Schuldherstructurering heeft geholpen om de schuldenlast te verlichten en positieve resultaten te behalen. De rode draad tijdens de boekpresentatie door president Chandrika Prasad Santokhi. Het boek getiteld Van crisisbeheersing naar stabilisering, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap werd door president Chandrika Prasad Santokhi gepresenteerd in kader van de vierjarige inauguratie van de regering Santokhi-Brunswijk. Het boek beschrijft de resultaten van de afgelopen 4 jaar. De president benadrukte het belang van terugblikken om zowel de successen als de uitdagingen te erkennen. Hij wees op de moeilijke omstandigheden, zoals de lege kasreserves en de financiële crisis, maar benadrukte dat er ondanks deze problemen vooruitgang is geboekt. Om jouw nationale schuldeisers, die ook miljarden schuld hebben, zo ver te krijgen, daarvoor moet je inzetten, vertrouwen, good governance, duurzaam beleid, vertrouwenwekkend beleid, dialoog, communicatie, transparantie. Je ding hebben we ingezet. Wat hadden we nog meer om in te zetten? En het resultaat vandaag is dat we een schuldherschikking hebben, waarvan de schuld nu draaglijk gemaakt is voor onze economie, draaglijk gemaakt voor iedere individuele burger, en dat niet iedereen met een schuld op de schouders loopt en misschien de volgende generatie, wat niet draaglijk is. De president noemde diverse voltooide initiatieven, waaronder de schoonmaak van het Saramaka-kanaal, investeringen in defensie en de gezondheidszorg, hervormingen van het kiesstelsel en verbeteringen in de energie- en watervoorziening. Het realiseren van deze projecten in 4 jaren is volgens het staatshoofd bewijs van doorzetting en harde werk. Ons Saramaka-kanaal onderschat het niet. Een project dat vanaf 2019 daar gelegen heeft. Saramaka-kanaal 2019 kon het niet worden uitgevoerd. Gebrek aan deskundigheid, gebrek aan politieke wil misschien ook. Kijk wat we doen. In 4 jaar tijd. Heel Saramaka-kanaal is schoon. Al het water van zuiden gaat nu opgetrokken worden met allemaal machines die al besteld zijn. Pompen die besteld zijn. Maar ook het water van het noorden, wat daar naartoe getrokken kan worden. De overhandiging werd op zaterdag 13 juli gehouden in de congreshal, waar diverse regeringsleden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren.